Ja, wie is dit? Is dit? Dit is Lee erbij. Dit kan niet anders dan dat dit Lee erbij is. No. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Mario Rabbids video. Ik ben benieuwd of we vandaag de zangeres Liedewij gaan zien. Oftewel, of we met een nieuwe baas te maken krijgen. Maar eerst moeten we deze slime in de immerbloei battle doen. Moeten iedereen verslaan. Oh, zijn er weer nieuwe vijandjes? In ieder geval een nieuwe spark, Aquanami. De nieuwe vijanden zijn storters. Met hun magische kracht kunnen ze technieken, sparkkrachten en zelfs aanvallen blokkeren. Ze hebben ook nog een slime effect dat je kan vergiften. Jeetje. Ze even kijken met wie we dit gaan doen, hoor. Zullen we Rabbit Rosaline meenemen? Ik denk dat ik Glitter meeneem voor haar. Dan kan de aanvalschade omhoog. Kan ik deze even een leveltje omhoog gooien? Ja, dat moet wel lukken. Ik heb genoeg sparkstukjes. Ik denk trouwens dat deze spark een hele goede combi kan zijn met Rabbit Mario. Want je kan je tegenstanders dicht bij je halen. En dat is natuurlijk ideaal voor Rabbit Mario. Ik ga denk lekker met Rabbit Rosaline deze kant op. En met Rabbit Mario deze kant op. En dan gaan we even korte metten maken met iedereen die hier is. Kapot veel HP hebben deze twee. Niet oké. Helemaal niet oké. Oké, dus wat als ik deze twee vijanden nu lekker dichtbij me ga roepen? Ja, zo. En dan ga ik ze zo hard schieten, hè, met Rabbit Mario. Wat ze flats. Nou, ze leven gewoon nog steeds, joh. Oké, maar Rabbit Peach kan ook helpen. Dus even kijken wat er nog voor nodig is, hoor. Oké, Rabbit Mario, doe jij eerst maar even je slime effect. Hats. Hats, oké. En oké, top. Dan gaat Rabbit Peach gaat deze uitschakelen. Ja, lekker. Dan ben ik heel benieuwd hoe ver Rosalina komt. Ik denk dat ze dat net niet gaat halen. In dat geval ga ik een schildje aanzetten met Rabbit Peach. Tegenstanders zijn aan de beurt. De vijanden beginnen te lopen. Twee bolle jantjes daar met een... Die hebben een kip als wapen. Oké. Kijk, hotseflots. Rabbit Mario wordt nu niet geraakt. Dat hadden we nodig. Deze twee vijandjes proberen nog op Rabbit Peach te schieten, zo te zien. Maar... Oh, het effect is weg. Ja, dat kunnen zij natuurlijk ook doen, hè? Maar goed, we hebben het allemaal overleefd. Deze gaan we even lekker kapot tackelen. Zo. Dan denk ik dat het een slim plan is als we even de andere kant op gaan. Wat is er trouwens met Rabbit Peach gebeurd daar? Die kan nu niet zien of zo? Zie je, die heeft inkt voor de bakkes. Oké, wij kunnen in ieder geval nu lekker weg gaan springen. Ik denk wel dat ik een beetje veilig moet landen. Deze even tackelen. Oh, wat? Ik kan nu ook... Kan ik niet schieten? Ik kan niet schieten. Hebben we allemaal inkt? Alleen mijn Rabbit Mario heeft geen inkt. What? Niet oké. Totaal niet oké. Oké, we gaan deze twee in ieder geval even shockeren. Meteorietenregen. Oh, nee. Oh, dan maak ik heel het speelveld weer kapot. Oh, dat is niet heel slim. Hé, maar ik kan met niemand schieten nu. Oh, dit wordt een probleem, jongens. Dit wordt echt een probleem. Oké, Rabbit Rosaline, jij moet hier gaan staan. Rabbit Peach kan zelfs nu niet healen. Wat vervelend is dit? Kan ik wel een item gebruiken? Ik kan nog wel een item gebruiken. Nou, weet je wat? Laat maar. Wat vervelend is dit? Deze zijn een probleem, hoor, deze vijanden. Deze stomme spookies. Ja, ga je nou weer schieten? Oké, ja, je mist nu wel, maar de tweede schot gaat sowieso raak zijn op Rabbit Mario. Ik hoop dat hij het allemaal overleeft en dat ik hierna kan healen. Kijk, hotseflats. Jij krijgt wel gelijk een tik terug, jongen. Heel nice. Zij zijn wel ver weg. Ja, ik denk dat hij nog wel kan schieten op mij. Oh, niet. Oh, lekker. Oké, nou, dat viel mee. Tackle. En nog een tackle. Lekker. We gaan sowieso even met Rabbit Peach healen. Zo, daar ben ik wel weer even aan toe. Dankjewel, Rabbit Peachy. Dankjewel dat je altijd voor mij klaarstaat. We kunnen allemaal deze grapje even tackelen. Misschien tackelen we hem gewoon kapot. Yo, laat me er langs. Waarom mag ik nu niet meer terug? Ja, maar ook okay, dit is... Oké, okay, wacht. Wacht, tackle deze even kapot, Rosalina. Zomaar mocht ik er niet meer langs. Oké, maar Rabbit Peach kan natuurlijk heel goed van een afstandje aanvallen. Dus die kunnen we gewoon heel veilig ergens neerzetten. Bijvoorbeeld hier. Oh nee, niet daar, want vanaf daar kan ik er niet raken. Vanaf hier? Vanaf deze kant dan? Ook niet! Nou, dan ga ik even heel snel deze kant op, hoor. Dan kan ik misschien de buis door. Dan gaan we deze kant op. Dan is die, denk ik, bijna kapot. Lekker bezig, Rabbit Peachy. Goed beurtje van jou. Als ze er nou gewoon voor zorgen dat we die vijand eens even kapot maken, dan zijn we al een heel eind. En dat ga ik lekker doen met Rabbit Mario, denk ik. Want dan kan Rabbit Peach daarop schieten. Alleen Rabbit Mario staat niet op een heel lekker plekje hier, zo. Dat is een beetje nadeel. Maar vanaf hier kan het ook. Oké, cool. Rosalina, jouw beurt. Oké, let's go, enemietjes. We gaan best prima. Gelukkig kunnen jullie niet zo heel ver lopen. Oké, jullie kunnen echt maar 3 stappen zetten of zo. Alleen deze grapjes zijn vervelend.
En die missen ook. Nice. Okay, ik wil even kijken wat zij doen als we ze raken. Valt de dichtstbijzijnde tegenstander aan met gebiedsaanvallen die grote schade aanrichten. Als de dichtstbijzijnde tegenstander niet binnen bereikt, wordt de aantrekkingskracht gebruikt. Oh ja. Maar dus ik kan dus wel tackelen. Maar ik kan er alleen net niet bij nu. Ik kan deze twee wel vergiftigen. Ja, inderdaad. Blaha! En op die grote enemy is dat nog super effectief ook. Dus dat is heel chill. Rabbit Peach. Tackle! Ik moet wel oppassen natuurlijk dat hij niet de aantrekkingskracht gaat gebruiken. Rosaline kan wel tackelen. En dan wil ik er heel graag nog langs. Dan ga ik hier de vuurmeteorietenregen doen. Op deze twee gapperonies. Lekker! Oké, jullie gaan gelijk wegrennen en zo. Dat is alleen maar chill. Het is alleen maar chill. Misschien dat Rabbit Mario deze gas wel samen met Rabbit Peach trouwens kapot kan maken. Laten we het proberen. Tackle! Schieten! Ja, dit gaat wel hard hoor. Dit gaat heel hard. We gaan helemaal los op deze. Maar ja, zo te zien lukt het toch nog niet. Dus dat is wel een beetje jammer. Rosalina moet toch ook maar even helpen dan. Kijk, ja lekker, dan lukt het wel. En dan staan we tenminste allemaal een beetje beschermd hier. Ik vind Rabbit Mario zo chill jongens. Zo chill. Die staat alleen nu wel weer vast. In dat geval gaan we het gewoon weer laten regenen met meteorieten, hoor. Ja, en dan hebben we deze battle wel gewonnen. Dit was best wel een chille battle. Best wel nice. Hotsie flotsie. Het is zelfs nu al klaar. Lekker gedaan, jongens. Dit ging eigenlijk vrij soepel, moet ik zeggen. We hebben zelfs nog meer HP dan aan het begin van de battle met onze rabbits. Dus dat is helemaal top. Valt me trouwens nu pas op dat ik gewoon met 3 rabbits speel. Rabbit squad, let's go. Even kijken, hoor. We kunnen die kant op. Maar ik denk dat we deze kant op moeten. Ja. Volgens mij is het hier. Volgens mij moeten we hier naartoe. Oké, spannend. Ja, wie is dit? Is dit? Dit is Lee erbij. Dit kan niet anders dan dat dit Lee erbij is. No. Die vindt het Sparky wel lief. Oh ja, dit is een vrolijk, blij teampie. Ze zijn happy. Hallo. Hallo mevrouwtje. Ahem, hallo, ahem, zegt Lee erbij. Ben jij de grote geest van de Immerbloei? Vraagt Beepo. En Lee erbij zegt, het spijt me zo zoetje. De droge lucht sloeg op mijn keel. Ik ben Lee erbij, de wachter. Maar als jij de wachter bent, dan weet jij waar we de duisternis kunnen vinden die de Terraflora is binnengedrongen. Lee erbij zegt, net de gutsberg is opgedroogd. Onze bloemen kunnen niet bloeien en in stemmen zijn gesmoord zoals de mijne. Het is moeilijk emoties te uiten. Mensen hebben bloemen nodig om te zeggen wat ze voelen. Ik vind dit weer een bijzonder verhaal. Maar oké, ik accepteer het. Zomaar boeketjes. Waarom zo zagrijnig corsages? Verlaat me niet. Ze maken is onze roeping. Oftewel, Lee erbij maakt bloemen of laat bloemen bloeien. Sprenkel, zo heet deze spark. Mijn zoetje, door me hier te vinden hebben deze helden zichzelf waarde getoond. Het is tijd. We worden beloond. We hebben de beproevingen doorstaan. Nu krijgen we onze beloning. Yo, groene Sparky. Wat gaat er... Beepo krijgt een extra kracht. De sonische krachten zijn verbeterd. Ik snap waarom je hem Sprenkel noemt, want hij geeft een spetterende upgrade aan Beepo. Sprenkel zal de plantscheuten voeden die jullie naar het treinstation leiden. Vanaf daar kun je de Gutsberg bereiken. Red alsjeblieft onze bloemen zonder hun visuele... Vinden jullie dit al vervelend trouwens? Doe een duimpje omhoog als je dit niet vervelend vindt. Als je deze serie vet vindt. En vergeet sowieso niet te abonneren. Anyway, zonder een visuele uiting van liefde zal triestheid bloeien in het sterrenstelsel. Dus we hebben nu gewoon de kracht gekregen om naar boven te gaan, naar de berg. We moeten nu naar Centraal Station. Volgende battle. Obstakels op het pad naar victorie. We zijn bijna bij het topje van de berg, jongens. Oké, wat gaan we hier dan weer doen? Moeten we hier ook weer iedereen verslaan? Of nee, we moeten een gebied bereiken. Helemaal daar links achterin, zag je het? Dit kunnen wij met z'n drietjes. Wij zijn de drie topper rabbits. Even kijken wat de kortste route is, jongens. En de meest veilige route. Ik denk dat we niet langs hun moeten gaan, want die zijn echt wel irritant. Hier is een sniperwolf. Ja, waarom zouden we niet proberen om hier boven langs te gaan? Zo, hier staat nu maar één vijand. Die zal er wel naartoe komen. Hier is een vervelende sniper, maar dan kunnen we best wel een sprong maken van boven hier naartoe, denk ik. Ja, dus we gaan via deze kant. Ik ga wel gewoon een beetje voorzichtig starten, denk ik. We landen eerst gewoon lekker hier. En dan gaan we op die enemy daarboven schieten zo. Rustig aan. Een paar rockets. Nice. Rabbit Mario die landt ook gewoon hier rustig. We gaan gewoon allemaal een beetje naast elkaar staan. Tegenstanders de beurt. Kom maar op. Laat maar zien wat je hebt. Ik bedoel, jullie gaan mij achtervolgen vanaf een heel, heel ver weg.
Beetje springen en zo. Ja, oké. Okay. Jij kan niet zo heel ver lopen, dat weet ik. Dus jij kan ook niet zo heel ver lopen. Alleen die sniper vosjes of wolfjes, die zijn vervelend. Deze grappie gaan we heel hard tackelen. En nog een keer. En dan ga ik er ook gewoon gelijk op schieten. Zo. Even kijken hoe ver Rosalina gaat komen. Die kan ook een keertje tackelen. Rabbit Peach kan niet tackelen. Oké, dat betekent dat ik met Rabbit Peach alvast lekker door ga springen hier naartoe. Beetje in dit hoekje landen hier zo. En Rosalina gaat ook alvast door. Die gaat aan deze kant landen. Zo ook beschermd staat ze. En Rosalina gaat die vijand daar slopen. Ja, chill. Lekker bezig, Rosalientje. En dan hebben we Rabbit Peach. En die gaat schieten op die vijand daar zo. We zijn er gewoon al bijna. Nou, volgens mij, man. Dit is echt heel relaxed. Dit gaat vet goed. Kijk, deze snipers gaan nu waarschijnlijk hun zicht aanzetten. Ja, dat dacht ik al. Deze gaat dat ook doen natuurlijk. Oh, niet. Of wel. Ja, wel, hè. Ja, dat ga jij gewoon doen. Nou, van jullie heb ik helemaal geen last. Doe maar lekker waar jullie zin in hebben. En jou moeten we even uitschakelen. Oh, ja, oké. Oh, jij gaat je trucje doen. Jij gaat iemand roepen. Jij gaat zelfs twee mensen roepen nu. Ook. Oké, we hebben de Rosalina is kapot. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, we zijn er dus wel al bijna. Let's go, team sprong. Ik hoop dat Rabbit Peach het gewoon haalt. Want die kan lekker extra ver zweven. Ja, toch. Zo doen we dit gewoon. Klaar. Jammer dat Rosalina net gesloopt is. Maar, weet je, wat een 3 beurten nodig of zo? Helemaal prima. En we gaan allemaal een niveautje omhoog. We zijn allemaal level 19. We zijn nu weer bij het begin, hè? Ja. Maar we kunnen nu wel, denk ik, naar de berg. Eens even kijken. Ik denk dat we dus nu weer terug moeten die kant op. Maar dan moeten we eerst even op zoek naar een kanonnetje, denk ik. Ja, hier vinden we een kanon. En vervolgens... Even kijken hoor. Nee, we moeten denk ik toch niet hier zijn. Hallo, kunnen jullie mij vertellen waar Centraal Station is? Oh, kijk, we moeten hier naartoe. Dat is best wel een eindje weg. We moeten gewoon hier een bruggetje maken. Zo, hotseflots. Easy peasy, let's go. Op naar Centraal Station. We zijn ergens, jongens. Oh ja, kijk, we zijn op Centraal Station. De klok slaat 11 uur, 10 uur, ik weet het niet. Kon niet goed zien. Maar daar is Sullivan weer en die zegt... Kom vrienden, we rijden per express naar de Gutsberg. Want ik loop gevaarlijk achter op schema. Nou ja, ik loop wel goed op schema trouwens. We zijn bijna elke dag video's aan het uploaden tegenwoordig. Ik ben benieuwd of jullie die video's helemaal kijken. Laat even weten als je alle Mario Rabbit video's hebt gekeken. En je dus dit stukje van de video hebt gezien waarin ik dat vraag. Ik weet zeker dat er heel veel van jullie zijn die alles kijken, toch? 3 leukste reacties krijgen weer een hartje van mij. Sullivan die zegt... Wat betreft de duisternis dan op het spoor. Dat is een te smerig werkje voor jou, soort lieve genie. Laat het maar aan mij en mijn trein over om de vrachten doorheen te krijgen. Ja. Wees maar gerust. Als je vrienden zich wensen te begeven op de Gutsberg, vallen ze onder mijn bescherming. Oh, hij doet wel stoer. Nou, we kunnen met de trein. En dat gaan we doen in de volgende video. Op naar de Gutsberg vanaf Centraal Station. Knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.